Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vanochtend hebben we al logopedie gehad. En Jordi is nu nog lekker aan het spelen. Ik ga even zijn fruithapje maken. Hij krijgt vandaag perzik met aardbei. En dan ga ik hem dan dadelijk even geven. Maar ik vind dat altijd zo zonde. Dan is hij zo lekker aan het spelen en dan moet hij zijn fruit hebben. Of dan is hij zo lekker aan het spelen en dan moet hij een fles hebben. Dat vind ik altijd zo zonde, want hij is dan zo goed bezig. Maar goed, ik ga het even maken en het hem geven. Jordi ligt nu lekker te slapen en mama gaat ook lekker een dutje doen. Nou, ik heb denk een half uurtje slapen. Toen had ik een huilende Jordi. En toen dacht ik van oké, dan gaan we je uit het bedje halen. Maar hij heeft denk ik een beetje buikpijn of zo. Dus ik ga jullie eventjes nog uitvissen wat er aan de hand is. We gaan maar even kijken wat we kunnen doen voor hem. Ja. Wat een leuke dag was het vandaag. Ik heb Jordi een flinke buikmassage gegeven. En mijn rempel, hij lijkt op zijn vader. Een dikke vette scheet kwam eruit. Toen was het weer wat rustiger. Dus dat is goed. Ik heb hem net zijn soepje gegeven. En nou zit hij dan lekker bomba even te kijken. Ik zal hem maar gewoon heel even met rust laten en zo. Is dat? Een hele goede morgen. Gisteren heb ik de vlog niet afgesloten. Op de eerste plaats ben ik het vergeten. Op de tweede plaats, gisteren heeft Jordi heel erg buikpijn gekregen. Toen hebben we hem nog moeten spoelen. Want het was echt niet te doen. Dus Niels en ik hebben hem nog gespoeld. En vandaag gaat het in principe wel weer met Jordi. Maar het was echt, gisteren was het drama. Ik denk dat hij pas tegen 9 uur, dat hij sliep echt. Dat hij toen pas echt zoiets had van nou is het goed. En daarna waren wij gewoon heel erg moe. Vanochtend zijn we al naar de winkel geweest. Jordi heeft al alles gehad wat hij moest hebben. Krijgt zo dadelijk zijn flesje. Dan gaat hij zijn middagdutje doen. Ik ben ondertussen bezig met de was en boven en overal en nergens. Om alles het weekend klaar te hebben. En Niels die zit nou op nummertje 100. Je hebt die scheten wel gehoord, dus ja, dan weet je ook wat de rest allemaal is. En voor de rest staat vandaag eigenlijk in het teken een beetje van zorgen dat boven schoon is, de was klaar is. En dat ik alvast spullen ga inpakken voor Jordi en voor Niels en voor mij. Zodat we in ieder geval het allemaal klaar hebben staan. En dat we maandag weer op pad kunnen. Morgen staat een teken van beneden alles poetsen. En dan gaan we zorgen dat hier beneden alles staat. En dat het eigenlijk maandag alleen de auto in hoeft. En dan zijn we klaar.
Dus dat is eigenlijk de planning. Boven heb ik inmiddels alles schoon. Ik heb nog een paar wasjes, twee of zo, die ik moet doen. Maar we hebben inmiddels bezoek gekregen. Want inmiddels is het meubilair weer gearriveerd. Oh. Nou, het meubilair is er ook weer. Jordi is lekker aan het zwemmen. Ben jij lekker aan het zwemmen? Ja. Vind je het leuk? Vind je het leuk? Zo kun je iedereen een beetje zien. Nee, ome Niels, dan mag je thuis ook niet. Waarom mag je thuis ook niet een emmer op zoek? Nee, je mag gewoon geen emmers op zoek zetten. Dan gaat hij ook met tasjes en zo. Ja, dat gaat ook met tasjes. Oh, zo ja. Nee, dat is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Goed zo. Goed zo, yay! Heel goed. Kom eens hier. Kom, gaan we eens erin. Maar dan gaat het wel onder water. En zij? Wauw! Wow. High five! Dat heb je goed gedaan. Hij is weer niet zeg. Ja. Mini Bokito. Ja, Manuel wordt ook wel een gorilla genoemd. Nee, niet! Je is ook niet! We hebben Bokito senior en Bokito junior. Ik heb een mama. En mama is Bavian, hè? Met rode kont. En mama uit van zwemmen. Baviaan met een rode kont. Laat me nou gewoon liggen, ik ben al onder geweest. Ja, daar heeft Niels al voor gezorgd. Niels heeft er al laten plonzen. Klim dan. Doe maar klimmen. Je moet klimmen. Niels. Klimmen. Hallo. Lekker is dat. Jee, goed gedaan. Nog even lekker genieten, jongens. Laatste dag. Ja. Ja. Dan wordt het weer slecht weer. Oh, de knap wordt uit. Oh, is de knap uit? Ja, zet hem er aan. Goed gedaan. Wij hebben straks, voordat Bianca en Manuel kwamen, hebben wij Jordi nog moeten spoelen, want die had heel erg buikpijn. En toen heeft Jordi een tijdje nog mee gezwommen dan. Dat hebben jullie gezien. En daarna hebben we hier met z'n allen lekker gezellig gegeten. En Jordi die werd op een gegeven moment weer chagrijnig over de zeik. Dus ik vermoed dat er nog wel wat buikpijn zit. Maar wij mogen hem nu niet spoelen. Omdat hij al gespoeld is. En er kwam al behoorlijk wat uit. Dus ja. Het is even een vraagteken die we nu zetten. Van wat moeten we nu doen? Dus we kijken het heel even aan. Inmiddels zijn Bianca en Manuel weer naar huis met Milo. En we hebben het heel gezellig dus gehad. En Jordi krijgt nu lekker zijn flesje. Heeft hij hem op? Nee. Hij heeft 85 naar boven. Ja, dan moeten we even kijken of dat we er dat nog in krijgen. Want er zitten ook antibiotica en voorlax in. Dus dan moeten we even kijken. Maar hij wou niet meer drinken. Dus ja, dat kan. En ja, we kijken gewoon heel even aan hoe het verder gaat. Ik ga je daar even beneden nog aan de gang. Ik weet niet of ik mijn uploadschema en alles nou deze week aan ga passen. Dat weet ik nog niet. Ik weet niet hoe het allemaal gaat lopen. Dus dat gaan we heel even bekijken en afwachten. Dus ja, volg onze Instagram en daar zie je natuurlijk gewoon, als er iets veranderd is, daar melden we het eventjes. Dus ja, dat. Wij liggen lekker in een schoon bedje. Boven heb ik nu alles schoon. Ik moet nog een paar wasjes draaien en dan ben ik helemaal bij. Beneden gaan we morgen aan de gang. En dan is het bijna maandag, denk ik. Ja. Ik ben moe. Ik heb niet veel meer te zeggen. Geluk. En jij geen scheten meer te laten? Nee. Okay. Welterusten allemaal, slaap lekker. Welterusten. Een hele goede morgen.
Wij zijn net wakker, of nou ja, net, we zijn al even wakker. Gisteravond heeft onze buurvrouw, en ook namens natuurlijk de buurman en Jul, mijn dochter, een cadeautje gegeven voor Jordi, voor het ziekenhuis. Dus die gaan we nu even uitpakken. Een cadeautje. Ja, het kaartje moet je denk ik zelf. Wat staat erop? Oh, kikker en eend. Wauw. En een tekening van jou. Lieve Jordi, veel succes met je operatie. We denken aan jullie en vinden het fijn als je snel weer thuis bent. Lies, Bas, Anne en Julia. Oh, dat is lief. En Julia heeft ook getekend voor jou. Ja, die nemen we mee naar het ziekenhuis, hè? Doen we voor jou daar neerzetten. Doe maar pakken. Jordi. Een duimpje eigenlijk tot een dag. Goed zo! Yay! Wauw, wat is dat? Wauw! Wauw, wat lief! Wat lief van de buurtjes! Wauw! Wauw, goed gedaan! Yay, goed gedaan! Ja, dat is leuk! Wil je dan zeggen dankjewel, Bas, Anna en Julia? Super lief, hè? Dat doen we ook meenemen. Ik ben hier aan het poetsen en ondertussen eten aan het koken en van alles bij elkaar aan het zoeken wat we mee gaan nemen. En Niels is nu Jordi zijn nagels aan het knippen, zodat dat in ieder geval niet meer hoeft, want ze werden wel wat lang. Ik zal eens laten zien hoe dat hier gebeurt.
Gelukkig vindt hij het niet erg om zijn nagels te laten knippen. En gaat dat hier eigenlijk best makkelijk. Dus we hopen dat dat ook zo blijft de komende jaren. Jullie slaapt nu. En ik ga zo alle spullen bij elkaar pakken. Heel eventjes nog wat was opvouwen. Ik zet zo dadelijk nog even de machine aan. Zodat dat in ieder geval hangt dat het droog is. En ja, dan kan ik de tassen gaan vullen. En dan hoop ik dat morgenochtend, als Niels gebeld heeft, dat we te horen krijgen dat we bij de Ronald McDonald huis terecht kunnen. En ik moet ook nog deze vlog editen. Ik weet niet hoe lang deze vlog is. Want ik heb niet veel gefilmd. Ik ben voornamelijk bezig geweest met volgende week en met mijn huishouden doen enzovoorts. Dus ja, we gaan het wel even zien wat ik ervan kan gaan maken. En ja, maak me eigenlijk wel zorgen hoor, over deze week. Maar ik denk dat we dit gewoon moeten ondergaan en gewoon kijken wat ons te wachten staat. Ik weet het gewoon echt niet. Ik moet me eigenlijk wel een beetje rustig houden, dat weet ik wel. Maar voor de rest, ik denk dat we gewoon met open ogen erin moeten stappen en kijken wat ons brengt. Ik zal straks nog wel heel even filmen hoeveel spullen wij meenemen. Want dat zal wel wat zijn, want ik moet voor Jordi meenemen. Zorgen dat aan Jordi niks ontbreekt. Ik moet ervoor zorgen dat ik sowieso voor mezelf kleding heb klaarstaan. Want als het Ronald McDonald huis nou niet klaar is, dan neem ik sowieso al spullen mee. Want ik blijf dan sowieso slapen. En dan komt Niels morgen heel vroeg weer naar het ziekenhuis toe. Of we zien wel even hoe we het doen. Dus ja, we gaan het afwachten. Ik heb een heel eind alles bij elkaar. Nog een paar dingen doen. Maar ja, dit is wat ik tot nu toe verzameld heb. Die heb ik verzameld. En dan heb ik dit hier verzameld. Speelgoed van Jordi, kleren van Jordi, kleren van mij en van Niels. Extra luiers, want ik weet niet hoe die op de pampers reageert. Medicijnen, toiletgebeuren van Jordi, toiletgebeuren van ons. En dan heb ik hier de boodschapjes van Jordi staan. Voor zijn eten en alles, voor als hij iets niet lust daar. En dan heb ik hier alvast wat boodschapjes voor ons staan. Dat van ons, dat zijn voornamelijk houdbare producten. Omdat ik geen verse producten nu mee durfde te nemen. Morgenochtend, als Niels gebeld heeft naar de afdeling, dan krijgen we te horen of we het Ronald McDonald huis in kunnen. En dan kan ik ook even wat boodschapjes gauw gaan halen, wat verse spullen. En ja, ik heb een heel groot gedeelte van deze vlog heb ik al geëdit. En ik ga dit stukje dus ook nu editen. En bij deze dus ook de vlog afsluiten, want deze kan ik niet morgen uploaden. Omdat wij al vroeg in het ziekenhuis moeten zijn. En ik vind dat mijn aandacht dan naar Jordi uit moet gaan. Dus vandaar dat ik de vlog nu ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. En bij deze sluiten we deze ups en downs dus af. En welterusten. Wil je ook nog iets zeggen? Ja. Welterusten en tot de volgende keer.